Deze zilverwitte vloeistof, dit is kwik. Kwik is een metaal. Als kwik een metaal is, dan komt het dus ergens vandaan. Dat klopt. Het zitten grote rode stenen onder de grond. Deze stenen vind je veel in Italië en Spanje. Om het kwik eruit te halen, worden de stenen kapot gemaakt en verhit. Want bij warmte komen dan dampen vrij die je kunt opvangen. Als het weer afkoelt, dan heb je kwik. Kwik wordt al heel lang gebruikt. Vroeger dachten de Romeinen dat als je ziek was het innemen van kwik je beter kon maken. Er was zelfs een Chinese keizer die dacht dat je voor eeuwen kon leven als je kwik innam. Mooi niet. Hij is zelfs eerder doodgegaan aan kwikvergiftiging. Hier in Suriname werd vroeger kwik boven de deur gehangen. Men geloofde dat dat de boze geesten verjaagde. In Suriname wordt er op veel plekken goud gevonden. Dat gebeurt veel met kwik. We willen je graag meenemen op de kwikroute. Hier leer je alle ins en outs over kwikvervuiling. Oké, okay, goud ligt niet voor het oprapen, maar het zit diep in de grond. En om het te vinden, graven de goudzoekers een goud mee. Zodra de goudzoekers denken goud te hebben gevonden, graven ze een grote berg met modder op. In die modder zitten hele kleine gouddeeltjes. Om ze te kunnen vinden, wordt de modderdrap in een speciale machine gegooid. Daar gooien ze kwik overheen. Kwik bindt zich namelijk gemakkelijk met goud. Als ze de modder wegspoelen, gaat een deel van het kwik mee en stroomt de rivier in. In de rivier zwemmen kleine vissen. Die krijgen kwik binnen. Grotere vissen eten een heleboel kleine vissen. En wij, de mens, eten die vissen op. Kwik kun je niet proeven. Als je te veel kwik in je lichaam hebt, kan je op den duur wel ziek worden. Nu even weer terug naar de goudmijn. Het goud is zich nu gaan mengen met kwik. En zo kan het goud niet verkocht worden. Dus moeten ze deze twee metalen weer gaan scheiden. En dat gebeurt door goud en kwik te verhitten. Zo komt er giftige kwikdamp vrij. Iedereen daar in de buurt ademt dit in en de dam stijgt ook omhoog en wordt opgenomen door de wolken. En wat denk je? Zodra het regent, komt het water uit de wolken weer naar beneden. Dus bomen en planten krijgen zo vervuild regenwater. Misschien denk je wel, dat gebeurt allemaal ver weg in het binnenland. Maar dat is niet zo. Want het goud wordt naar de stad gebracht. Hier wordt het goud nog een keer verhit om de rest van het kwik eruit te halen. Opnieuw komen er giftige kwikdampen vrij die wij in de stad inademen. We hebben dus een probleem in Suriname. In verschillende delen van ons land zijn duizenden mensen aan het zoeken naar goud. En dat doen ze door kwik te gebruiken. Inmiddels weten we dat kwik heel gevaarlijk is, het is slecht voor ons milieu en onze gezondheid. Maar, samen kunnen we er wat aan doen. Ja, ik heb het over jou. Ondersteun de No Kwik campagne Ga naar onze website en kijk hoe je kan meehelpen aan een kwikveilig Suriname. Het adres is. www.nogquick.sr